Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En iedere keer zeg ik jullie dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom niet gewoon je eigen vegan restaurant opzetten en plant-based recipes maken en het gewoon aan mensen brengen dat ze kunnen proeven hoe heerlijk vegan food actually kan zijn. Nou, dat kan, want vandaag is Miguela bij ons, onze eigen idol mama, en ze gaat er ons alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Greetings. Greetings, sister. How you doing? I'm good, thank you. Bedankt dat ik hier mag zijn. Natuurlijk, ja, dus dat mag je aan het einde doen. We gaan nou eerst een gesprekje ingaan. En dan, van tevoren toch, bedanken. Ja, yeah, well, the honor is ours. Yes, thank you. So, Miguela, idol mama. Ik denk dat veel mensen willen weten wie idol mama eigenlijk is voor we gaan naar de recipes en the journey to the vegan side of the cuisine world. Moet ik wat wil je weten? Whatever you want to tell me. No pressure. Als het niet genoeg is, stel ik je vragen specifiek. Oké, well, ik ben Miguela. Mm-hmm. Ik ben 29 jaar. Mm-hmm. Geboren en getogen in Suriname. Mm-hmm. Ik heb een tijdje op Sint Maarten gewoond. Dus vandaar ook die Engels. Ik praat best wel veel Engels tussendoor. Mm-hmm. Je mag. Zo, we zijn uiteindelijk naar Sint Maarten verhuisd. Hebben we daar een tijdje gewoond. En op een gegeven moment ben ik verhuisd naar Nederland. Toen begon ik met dansen, artistieke wereld. Ik heb ook een vooropleiding voor de politie gedaan ooit. Okay. Hele andere richting. Ja. Maar ik wilde heel graag officier van justitie worden. Dus ik heb dan hbo-rechten gedaan. En met die hbo-rechtenopleiding kwam ik uiteindelijk in Jamaica terecht. Mm-hmm. Voor stage. Nou, oh, Jamaica is wel een plek voor. Ja, want ik danste al. Ik was dansdocent hiervoor. Ik gaf dancehall les. Mm-hmm. En met dancehall ging ik vaker naar Jamaica om lessen te volgen daar. En op een gegeven moment was het tijd voor stage. En ik dacht, ik wil niet in de koude stage lopen. I just want to be somewhere where the sun is shining. And the weather is sweet. The weather is sweet. En ik kan gewoon dansen wanneer ik wil. Mm. Dus dat had ik in gedachten. En toen ging ik naar Jamaica. Heb ik daar stage gelopen bij het OM. Mm-hmm. And then corona happened. Mm-hmm. So we were stuck. Tenminste, I was stuck mm-hmm. in Jamaica mm-hmm. voor een paar extra maandjes. Mm-hmm. And that's where idol mama was birthed. Mm-hmm. En het begon gewoon met recipes. Gewoon, ik wilde zelf de stap maken om geen vlees meer te eten. En als Surinamer, I mean the flavors, we need some mm-hmm. spices and stuff like that. So ik ben begonnen met experimenteren met traditionele Surinaamse gerechten. En then somebody was like, maar ik wil het proeven. En then the other person was like, ja, yeah, ik wil het ook proeven. So op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, I'm just gonna start a channel. En van daaruit ga ik recipes posten en zo. So that's where I told mama came from or started. Started. En ja, nu zijn we 4 jaar later. En we gaan door. En we gaan door, ja. Oké, okay. Ja. Voor de mensen die misschien nu kijken en die weten wat idol überhaupt betekent. Misschien wil je dat ook even uitleggen, want geen vlees meer eten. Je hebt vegetarisch, je hebt veganisten. Ja, er is een hele, voor iedereen is er wel een hokje waar je in wil passen. But yeah. What does the idol really mean? Mm-hmm. Well, before there was vegan, mm-hmm. there was always idol. Because mm-hmm. idol stands for natural, mm-hmm. the most natural form of food, of living. So the purest form of living, like coming from nature itself. Mm-hmm. Dus daarom eten we heel veel groenjang, we eten heel veel groentes, bonen, dingen die echt gewoon van de natuur al zijn gemaakt om te eten. Mm-hmm. So that's basically what idol stands for. No chemicals, no processed stuff, just pure natural. Mm-hmm. Okay. And it comes from the Rastafari liberty. That's also something that I should say. Yeah. Yeah. Want heb je voor dus doorgaan ook de Rastafari religion? No, I am not a Rasta. But my life is influenced by a lot of things from the Rastafari culture. Ik weet nog vanaf kleins af
had ik altijd interesse in red, gold en green. Mm-hmm. Als je me zag, had ik altijd rood, mm-hmm. groen, geel aan. Of Bob Marley stuff, mm-hmm. of something with Rasta. Dus het zat al die, mijn interesse was er altijd al. En toen ik naar Sint Maarten ging, was ik best wel vaak omringd met Jamaican. So, je hoort bepaalde dingetjes. En toen ik naar Jamaica ging zelf, dat was het. En in die kring waarmee ik omga, zijn er gewoon heel veel mensen die same mindset, same liberty. Mm-hmm. En daardoor ben ik dus geïnspireerd. En ja, dat. Maar I don't follow any religion, basically. Oké. Uit de mama was birthed. Mensen hebben gezien, je hebt je channel gestart. It got some traction. En uit de mama was born, officially. Wat vaak voorkomt en wat eigenlijk als je goed keek, want ik ging weer door je foto's heen, is dat wij Surinamers met ons Surinaams eten, is er vaak. Er is bijna alles vlees of vis or something, mm-hmm. right? So, how do you find the flavors, that the ital food, that the vegan food nog steeds ook gewoon een vleeseter ook gewoon een satisfaction zou geven? In the herbs. Mm-hmm. Want om eerlijk te zijn, als ik je zou vragen om nu een stukje rauw vlees te eten, zou je het ook niet eten. Ik eet sashimi. But is it, sashimi is pure raw. No herbs, no spices, nothing. Je kan het zo eten of je zet het in die soy. Oké. Okay. Mm-hmm. But normally people wouldn't eat raw stuff, mm-hmm. especially not meat. Mm-hmm. Dus het gaat meer om de manier hoe je kruiden, de combinaties van kruiden en fresh herbs of dried herbs. Ik hou van knoflook, heel veel knoflook in mijn eten. Dat geeft het ook die smaak. Mm-hmm. Maar ik gebruik geen speciale herbs of zo. Ik gebruik standaard knoflook, uien en heel soms tomaat. Mm-hmm. But it's in the herbs, it's mm-hmm. in your spices, hoe kruid je eten. En precies hoe je je vlees zou kruiden, precies zo kan je bijvoorbeeld die bal die ik daar heb, kan ik gewoon kruiden. Daar gaan we zo meteen naartoe. Ja, yeah. So it's about your herbs, your spices. Mm. Yes. Oké. Okay. So, ik heb hier, heb je wat, je hebt, I'm privileged to taste some Itzel food, I guess. So, wat heb je voor ons gemaakt vandaag? Want ik ga even op een Yes, this is glazed chickpea balls. Mm-hmm. This is just gespiced met fresh herbs en dried herbs. Mm-hmm. En dan heb ik het gebakken om het een krokant laagje te geven. En dan glazed with sweet soy sauce. Dus de buitenkant heeft een soortig sausje. Mm-hmm. Maar het is nog steeds een beetje krokantig. En binnen is lekker mals. Spannend. Oké, dit ga ik als laatst proeven. Yes. Want los van dat je een restaurant hebt hier, so are you the first one for this month, organiseer je ook nog wellness retreats en everything that goes with the mind, soul and body and bringing it all to a peaceful state of mind. Yes, yes. So, what is happening over there? Well, de eerste retreat die ik heb gedaan was in Jamaica. Mm-hmm. This concept also was birthed tijdens COVID time. Mm-hmm. Toen zat ik in Jamaica, ik zat I was stuck there. Maar stuck? Ik denk dat je het zo erg vond. Ik vond het helemaal niet erg eigenlijk. So it was actually the best time of my life, mm-hmm. literally. Ik was in Jamaica en op een gegeven moment dacht ik, maar er is lockdown, but I want to be in the bush. I want to be where nature is. Toen ging ik op zoek naar een plekje en I found this farm. Mm-hmm. En toen ging ik naar daar en ik, volgens mij heb ik daar 3 of 4 maanden gewoond, on the farm. All alone, by myself, 40 acres. And that's where the vision came, om mensen bij elkaar te brengen and to share our gifts. Want ik was aan de telefoon met een vriendin and we always have these deep conversations. And we hadden zo'n gesprek en toen dachten we, maar we just need to create something om mensen bij elkaar te krijgen. En zodat zij kunnen delen wat wij nodig hebben en omgekeerd. En op een gegeven moment, 2 jaar later, I actually did something with that vision. En toen organiseerde ik de eerste retreat, de wellness retreat, in Jamaica. Dat was vorig jaar. Mm-hmm.
En dit jaar hadden we ook eentje in februari. Mm-hmm. En op een gegeven moment dacht ik, oké, but I'm going to Jamaica. I'm sharing their culture. Maar wij hebben ook echt een rich culture. Surinaams, Afrikaans, Surinaams cultuur. Mm-hmm. So now we're bringing Aito Mama Retreat to Suriname. Mm-hmm. En we gaan dan met een groepje naar het binnenland. Mm-hmm. We hebben gekozen voor Sipaliwini. Dan gaan we naar verschillende dorpjes. We gaan naar de Gramang. We gaan gewoon connecting with the people of the villages. And connecting with ourselves, mm-hmm. our food. Mm-hmm. Dus ja, het is echt body, mind, soul. Mm. Meditaties. Just enjoying nature. And coming together as a community. Well, that sounds like a wholesome experience. It is, yes. Okay, nee. Ik ben excited voor jou en de mensen aan de kijk naar je hoe je het vertelt. And you're getting excited by just explaining it. So that's a very good thing. Yeah. Ik heb genoten van dit gesprek. Ik ga zo meteen de chickpeas crispy glazed balls proeven. Mm-hmm. Maar als iemand nu zou kijken van, hey, dit gesprek was net te kort. I want to know more. I want to see more. Waar kunnen ze je vinden? Hoe kunnen ze je contacten if they have specific questions? Je kan me altijd via de mail contacten. Het mm-hmm. is info@aitomama.com. Mm-hmm. Ik ben ook op socials. Dat mm-hmm. is aito.mama. On all the socials. Instagram, Facebook, YouTube. En if you want to read some more, you can also check my website. It's mm-hmm. aitomama.com. And anything else? And if you want to order some food, mm-hmm. you can also just call. Mm-hmm. That's 3x8-5163. 3x8-5163. Nee, kan niet meer. Nee, duidelijk. Yes. Miguela Aito Mama, thank you for coming here. Yes, thank you for having me. En ik wil je heel veel succes verder wensen. I hope you can expand this movement you're on. En ik wens je ook heel veel succes bij de komende Aito Mama Retreat. Thank you. Yes. Sorry, ik moest de dingetjes nog proeven. Oké. Okay. Excuse me. Okay. We hebben hier een chickpea ball. Die crispy is gefried in a soy glaze. Mm-hmm. Well seasoned. So, and I'm gonna try it. Het proeft naar visbal. Het proeft naar... Niet eens visbal, gehaktbal. The consistency is the same as een gehaktbal. Very well seasoned. Je proeft die chickpeas echt wel erin. En de pepper. En proef je een bepaalde soort kruid? Is het wat ze in bara zetten? Is niet chia. Sesamzaad? Nee. Is geen sesamzaad. Wat is het? Was ik er bijna? Komijnzaad. Nee. Ja. Mm. Maar zit een bara toch ook? Ja, zit ook in bara volgens mij. Ja, als het goed is wel, ja. Soepgroenten. De garlic. Ja. I approve. Few time snack. Awesome. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Miguela, also known as Aito Mama, bij ons in de studio. Zij is een vegan, plant-based chef, kan je zeggen. Ze maakt de allerheerlijkste gerechten klaar. Fully vegan, zoals dit jou aanspreekt. Ga gauw naar een van haar social media pagina's. Daar staat alle informatie en ook de recipe of the day, als je wil bestellen. Als je vandaag denkt van, hey, ik lust het, haar nummer komt nu in beeld. You can order your food. Ze organiseert ook wellness retreats. Ze heeft haar eigen website. En ook op haar socials kan je daar veel meer over lezen. So if you want to try it or get inspired, go follow Aito Mama. And remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.